45 jaar zeil maken, hoe is dat gekomen? Nou ja, dat is, was heel simpel. Van de Mulo af bij mijn vader gaan werken. Die had de zeilmakerij aan de Kagerplas op het eiland. Daar een tijdje gezeten, toen verhuisd naar Lammers van Buren in Zeeland. Daar een jaar of wat gezeten. Toen naar de zeilmakerij van Lammers van Buren in Utrecht. Assistent-chef zeilmaker geweest. Daar zat je achter een bureau. En dat vond ik eigenlijk niks. Ik denk, ik wil gewoon zelf weer dingen doen. Dus toen ben ik voor mezelf begonnen. In Noordwest-Overijssel. En van Noordwest-Overijssel zijn we verhuisd naar Enkhuizen. Vanaf 83 tot 97 in Overijssel of in Enkhuizen gezeten. En daar kwamen op een gegeven moment ook weer een man of wat aan het werk. En toen zat ik weer halverwege achter een bureau. Ik denk, dat wil ik helemaal niet. Dus die zijn langzamerhand heb ik die laten verlopen. En toen kregen we een privéprobleem. En daardoor is de zeilmakerij in Enkhuizen is verkocht en opgedoekt. En ben ik in medeblik verder gegaan. Nog even een tijdje bij een zeilmaker hier in de buurt gewerkt. Bij firma Braak in Middenmeer. En 5 jaar geleden weer hier begonnen. Dus dit is eigenlijk de tweede keer dat ik voor mezelf bezig ben. Wat is het leuke aan het vak? Wat is leuk is aan het vak? Nou, je kan beter vragen, wat is er niet leuk aan het vak? Het enige wat er niet leuk aan het vak is, is het gedeelte wat ik niet doe. Dat is vierkante hoezen maken voor de anemwagentjes. Ik ken zeilmakers die veel beter kunnen zeilen dan ik. Maar je moet wel weten waar je mee bezig bent. En er zijn heel veel zeilers die beter zeilen dan ik. En die weten ook wel van hoe een zeiltje in elkaar steekt. Maar die weten nou net niet precies hoe ze moeten veranderen wat ze dan wel zouden willen hebben. En dan moet je echt bij een zeilmaker wezen. Die moet dus wel weten wat zeilen is. Ik maak helemaal geen zeilen zelf meer, sinds een jaar of 5. Die laat ik maken bij Heidsails. Die heeft zijn productie op de Filipijnen zitten, zijn hoofdkantoor in Southampton. Een klant roept wel eens, waarom maak je het zelf niet? Zeg, omdat jij het niet wil betalen. Zeg, ja, maar dan ben ik een dief voor mijn eigen portemonnee. Zeg, dat klopt. Zeg, dus moet je als zeilmaker wel een merk zoeken waar je ook vertrouwen in hebt. Waar je van zegt, van, nou, dat voldoet aan een standaard die ik zelf ook graag zou willen maken, maar niet meer kan. Dus jouw huidige werk bestaat uit? Kappen, dekteentjes, spreehoeds, rolvoekhoezen, huikjes. Dat is eigenlijk de hoofdmoot. En het opmeten en leveren van zeilen. De winter was vrij heftig met reparaties. Maar mensen die nu komen, die hebben de kans dat ze toch wel een beetje langer moeten wachten dan ze eigenlijk zouden willen. Maar je zit nu 45 jaar in het vak. Nou, ja. De 50 moet ook gewoon lukken. Ik ben ooit voor mezelf begonnen. Omdat ik een chef zeilmaker had, die werd de hemel ingeprezen. Dat was een geweldige kerel en 3 jaar later werd er gereorganiseerd en toen ging die eruit. Terwijl die de redding van het bedrijf was, riep de directeur toe. En ik denk, dat gaat me niet overkomen, dus ik blijf zeilmaker totdat ik met een rollator op een steiger gesignaleerd word. En dan stop ik ermee.